advocaat Erwin Kanhai zegt dat gewezen financiën minister Guillermo Hoefdraad het brein is achter de hechtenis van voormalig governor van de centrale bank Robert van Trict. Dit zei hij vanmiddag na de voortgang van de strafzaak tegen de ex-governor. De strafpleiter is van mening dat zijn cliënt niet meer achter de tralies thuis hoort. Wie ziet het at the end of the day als het brein dat uw cliënten in dit hebben gebracht? Meneer Hoefdraad. Weet u waarom? Omdat hij rond 12 januari een toespraak heeft gehouden in de Nationale Assemblee. Waarin hij het een en ander heeft gezegd zonder dat hij daarvoor verificatoren had. Zonder dat hij daarvoor enig bewijs had. Kanhai meent dat Van Trict is beetgenomen. Hij baseert deze uitspraak op een opmerking van Van Trict over Vijay Kirpalani, ex-president-commissaris van de Centrale Bank. Kirpalani zou in de kwestie verkoop van de panden van de staat volgens Van Trict hebben gezegd dat hij niet moet kibbelen met de staat, omdat hij altijd als verliezer uit de bus zou komen. Ja, toen bleek dat die tweede tranche in september was gedaan en dat mijn cliënt er niets mee te maken had, moet Kirpalani hem dat gezegd hebben van luister. En u moet kijken hoe de volgorde is. December komt hij terug van vakantie. Hij ziet dat die tweede tranche er is. Hij ziet dat die panden niet van de staat zijn. Hij vraagt om het terug te draaien. Januari wordt hij, 12 januari, rond 10 januari wordt hij buiten met verplicht verlof gestuurd. En daarna komt op 12 of 13 januari komt de minister in de assemblee om een aantal onwaarheden te verkondigen. En cliënten worden opgesloten. Kanhai zegt dat het Openbaar Ministerie geen bewijs heeft dat Van Trict schuldig is. Het einde van de zaak is in zicht en nu moet slechts de vrijlating van zijn cliënt volgen, besluit Erwin Kanhai. De strafeis wordt op 8 juni bekendgemaakt.